Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe video van Renewed Kids. Mijn naam is Daphne en vandaag gaan we een mini tafelvoetbalspel maken. Deze activiteit is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Als je het nog een beetje moeilijk vindt, mag je altijd je ouders vragen om even te helpen. Goed, wat heb je nodig? Allereerst heb je een doosje nodig waar de bovenkant van af is. Je hebt een schaar nodig. Je hebt 6 rietjes nodig. 3 van één kleur en 3 van een andere kleur. Een pen. Een balletje. En waskijpers. Nou, om te beginnen pak je je doos. Je ziet dat ik het al heb gedaan. Je gaat aan de zijkant van de doos, de lange kant, 6 gaatjes in de doos maken. Probeer ze ongeveer op gelijke hoogte te doen. Hoe je dit gaat doen, je pakt je pen. En je duwt hem door de doos heen, totdat je een best wel groot gaatje krijgt. Want daar gaan zo meteen de rietjes doorheen. Kun je het goed zien? Lukt het bij jullie? Als het niet lukt, vraag dan even je vader of moeder om te helpen. Als je dat aan deze kant gedaan hebt, ga je dat ook aan de andere kant doen. Ook hier kun je al zien dat ik dat gedaan heb. Als je alle 6 de gaatjes hebt gemaakt aan beide kanten, dan gaan we aan de korte kanten van de doos de goals maken. Zoals je hier kunt zien. Dit doe je door met een schaar het vierkantje eruit te knippen. Pas hierop goed bij je vingers en vraag anders even je ouders om het te doen. Als je de goals gemaakt hebt, dan gaan we de rietjes er doorheen doen. Je begint bij het eerste gaatje. Daar doe je een rietje van één kleur erin. Soms moet je een beetje frummelen om het er doorheen te krijgen. Zo. Als het goed is, ziet het er dan zo uit. Nu ga je het volgende gaatje doen. Daar pak je de andere kleur van het rietje, van de kleuren die je gekozen hebt. Zo. En zo ga je door. Dus je gaat om en om de rietjes door de doos heen steken. Zo. En weer een blauw rietje. En nog een roze rietje. Als je de gaatjes nu niet groot genoeg hebt gemaakt, dan kun je altijd met de pen nog een keer doorheen gaan om ze iets breder te maken. Zodat de rietjes er goed doorheen kunnen. Zo, en de laatste. Zo, als het goed is, ziet het er nu zo uit bij jullie. Wat we nu gaan doen, is je pakt de wasknijpers. Degene die voor het doel staat, dat is de keeper. Dus daar komt één wasknijper om het rietje heen. Zo. Zo staat de keeper er bij mij bij. In het rietje daarnaast zijn de aanvallers van het roze team. Dus daar mogen er 2 komen. Zo ga je door totdat je je perfecte elftal hebt opgesteld.
perfecte team. Maakt niet zoveel uit hoeveel poppetjes je op de rietjes doet, hoeveel wasknijpers. Als je maar zo dat het andere team er evenveel heeft. En als laatste nog de keeper van het andere team. Zo. Even kijken of ze allemaal goed zitten. Zo. Als het goed is, ziet het er nu zo uit bij je. En als je nu probeert met de rietjes te draaien, dan draai je de poppetjes mee. Dus als je wil, kan je nu gaan spelen. Je doet het balletje erin. En je kan overschieten met je wasknijpers die als poppetjes dienen. Totdat er iemand scoort. Ik hoop dat je het filmpje leuk vond. En ik wens je heel veel plezier met je zelfgemaakte tafel, voetbaltafel. Heb je opmerkingen of vragen? Laat het ons dan gerust weten. Vergeet niet te abonneren en duimpjes omhoog. Tot het volgende filmpje. Doei!